David van Gennep en ik ben directeur van Stichting AAP en ik ben op weg naar Poznan. We hebben hier te maken met een heel raar verhaal, een heel gruwelijk verhaal. Het verhaal van 10 tijgers die in Rome op transport werden gezet. Die ongeveer 10 dagen in een vrachtwagen hebben gezeten in veel te kleine kooien. Geen eten, geen drinken, geen verzorging. Maar gelukkig kwam aan dit transport een einde toen de autoriteiten op de grens van Wit-Rusland en Polen zagen dat de dieren er heel slecht aan toe waren. Ondertussen was er zelfs 1 tijger overleden. Maar er komt nu een einde aan dit gruwelijke verhaal. We gaan ze daar weghalen. 5 van de 9 dieren mogen naar Aapprimadomus. En daar krijgen ze weer de ruimte die ze nodig hebben. Ze krijgen goede verzorging, eten en drinken. Ik ben heel blij voor deze dieren. En ik hoop dat ze nog een mooie toekomst hebben.